De beste breakdancer ter wereld, daar gaat de 16-jarige Sean Salazar Tavera, beter bekend als B-boy Chin Chen, voor. De danser is namelijk geselecteerd voor de wereldkampioenschappen Street Dance in Glasgow. In battles nemen twee of meer dansers het bij breakdance tegen elkaar op. Een jury beslist wie, op basis van onder meer originaliteit, stijl en techniek, de beste is. Het was een groep Illskill Squad, heette die toen. En uh, die mixte hun, hun dans met hun uh, humor. En ik weet niet, die hadden een soort. Die hadden gewoon een vonk bij mij aangewakkerd en ik, ja, ik werd gewoon helemaal wild. En uh, vanaf dat moment wilde ik echt van ja, oké, okay, nu ga ik breakdancen. Ik denk dat het hem. Uh, komt door de adrenaline die je krijgt tijdens battles. Dus, het uh, is zo'n kick als je gewoon tegenover iemand staat en je kijkt hem aan en dan. Oef, ja, voelt echt goed. Breakdance is normaal echt een battlecultuur, dus je, ja, je probeert elkaar gewoon uh, in te maken, laat maar zeggen. En ja, dat ben ik eigenlijk niet. Ik probeer je wel in te maken, maar liever met de lach dan dat ik gewoon... <laughs> ja, dat. Mijn doel, mijn einddoel is dat ik een beetje heb genetwekt daar, dat ik uh, heb genoten. Een beetje van Schotland zien, natuurlijk. Mijn droom is om, uh, om uh, te genieten van het leven en te genieten van dans.